Juist nu Angela de Jong in haar zomerslaap zit ze keert maandag terug na een eenmaand durende vakantie, heeft conculega Rob Gozenske keihard naar haar uitgehaald. Hij riep bij de Oranje Zomer dat er een duidelijk verschil is tussen hen, nou, mediajournalisten jagen op nieuws en zij zit te breien voor de televisie en schrijft er een snedig stukje over. Heel erg gemeen, maar wel onderhoudend, vindt mediakenner Victor Vlam het. Ja, kijk, dit is wat Rob zo ongelooflijk goed kan. Hij weet mensen op een hele goede manier te typeren, en tegelijkertijd is het een genadeloos harde aanval. Dat is wat dit toch een beetje spannend maakt, zegt hij in de podcast de Communicado's. Rob is hier bedreven in, al dus Victor. Hij deed het ook toen hij te gast was in deze podcast, want toen op een gegeven moment ging het over de lezers van de column van Sander Schimmelpenning. Toen zei hij van: Het zijn mensen die denken dat ze naar de traiteur gaan, maar in werkelijkheid staan ze bij de action. Dat was grappig, al dus Victor. Daar reageerden ook mensen op X op om te zeggen dat ze dat leuk vonden. Een goede treffende typering waar tegelijkertijd ook wel een aanval natuurlijk in zit. Deze uitspraak over Angela de Jong is precies hetzelfde. Dat zij breidt is zo'n harde, vileine aanval op haar dat ik het gewoon ontzettend grappig en briljant vind. Co-host Lars Duursma, een bekende communicatie-expert, ja, want ze is een soort van oma die daar op de bank aan het breien is. Het zijn ook wat simpele mensen die breien, toch? Victor beaamt dat. Ja, hij zet haar eigenlijk weg als een simpel vrouwtje. En ik weet niet of ze dat is, want ik moet eerlijk zeggen: ik denk eigenlijk dat Angela echt intelligent is. Dat is niet alleen op basis van het feit dat ze de slimste mens ooit heeft gewonnen, want dat is niet per se een IQ-test. Maar als ik haar gewoon zie in talkshows en haar columns lees, heb ik wel de indruk dat ze echt intelligent is. Daar twijfel ik eigenlijk niet echt aan. Toch vindt Victor het treffend. Dit is natuurlijk een aanval op haar die haar wegzet als een simpel vrouwtje. En dat is op een manier gedaan die wel grappig is en tegelijkertijd, als je er even over nadenkt, dan voel je pas hoe ontzettend vilein deze aanval is. Daarom vond ik het een hele grappige uitspraak. De grote vraag is, gaat Angela terugslaan? Ze is maandag weer terug van vakantie, gaat dan een column schrijven en het is bekend dat de eerste column na haar vakantie altijd extreem heftig is. Spannend.